Goedemorgen. Michel en ik zijn vandaag heel erg blij. Want sinds corona zijn natuurlijk al onze teamtrainingen die zijn afgezegd. Omdat het allemaal niet kan. Maar vandaag is onze eerste weer. Het is vandaag augustus, begin augustus. En onze eerste teamtraining die hebben we vandaag weer. Dus we zijn eigenlijk heel erg blij. Dus na 2 weken kids retreat, wat natuurlijk wel allemaal kan, want kindertjes mogen wel bij elkaar zijn, hebben we nu ons eerste grote mensentraining weer. En ik zal jullie even laten zien hoe Michel weer in zijn shine en hoe hij in zijn nopjes is om die teamtraining te geven. Kijk maar even mee. Als je de processen door hebt, dan kun je ze beïnvloeden. En heel zwart-wit gezegd, zeggen wij dan, je hebt controle over wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. This is the story of Michel and Daisy. We own an island near Amsterdam. We bought this island 4 years ago, just to use it as a second home and to enjoy the place in the weekends with friends. We could have never imagined that we now make our living from sharing the island. 3 years ago, we gave up our well-paid jobs, and our idea was to share our island with people who become happy of it, just like we do. We share the island with travelers from all over the world. They stay in one of our unique houses. We also share our place with companies who want a unique out-of-the-box meeting location. And thirdly, we share the island with people who want to join one of our training or coaching sessions to create a success mindset. Recently, we started creating videos as another option to share our island and our story. We hope you enjoy, and if you do so, please subscribe for free to our channel. Welcome aboard of the Happy Island Adventure. This is actually the first year that we have quite some fruit in the garden. As you can see here, the apple tree with a good size of apples. Look at this, very nice. And this one. But we also have bramen. I don't know what it is in English. You see, they need to be black or dark blue. Not yet, but they're coming. And then we have the blueberries. Not too much, but everything is okay. And here should be tomatoes, but I think we didn't treat them well because they're here on the ground, but not in the tree anymore. Maybe we have to work on that. And here we have kiwi. But to be honest, in the past 4 years, we didn't have any kiwi in this tree or in this plant. So if there is any idea, any suggestion of from you, then let us know. How can we have kiwis on the kiwi plant? Hoe is de appel? Hij is heerlijk. Ik heb hem net hier afgeplukt. En dit zijn zo'n... Het is wilde appel. Maar die kun je wel eten. Dat heb ik opgezocht in mijn fantastische app PlantNet. Of zoiets. Plant. Ja. Mm. En dit zijn eigenlijk per ongeluk mijn lievelingsappels. Want ze zijn zuur. En dat vind ik super lekker. Droom met de spijkerdroom. Vier jaar. Last week we had a 3-day kids retreat again on the island. Different from the week before is that there were not only girls, so I could do some real man activities. Hij wil, hij is een beetje schijn. Hij is zo.
bent u aan het doen? Ik ben dit zooitje onregeld in de gaten aan het houden. Ondertussen lekker aan het werken. En tussendoor een beetje. Ja, bij de wensboom. Ja. Leuk. Ik wens dat er niemand een kopje ondergeduwd is. Dat... Tot nu toe gaat het redelijk goed. Nou, fijn. Mooie baan heb je. Ik heb een prachtige baan. Ja. Ja. Ja, geniet ervan. Dan ga ik even kopjes tellen. Hallo! Is het lekker warm? Hoe kan je daar? Want ik kan je daar zo meteen mee naar in de Ik? Nou hoor. Hij komt het foto houden. Wat is er zojuist gebeurd? Wat is er zojuist gebeurd? Ik foutje bedankt alleen. Ik ging van de kant en ik dacht ik stap gewoon in het bootje. En toen ging het helemaal mis. Dus ik ging een kopje onder. Ja, en toen viel ze in het water zo plat. Net. Nou, vandaag na 3 dagen kids retreat, of eigenlijk 6 dagen, krijgen we dan eindelijk weer een volwassen groepje. We gaan vandaag Carina een leuke dag bezorgen. Onder andere een stukje eigen training en een training van haarzelf met een afsluitend een fantastische barbecue. En binnenin zit een stukje waterpret. Dan gaan we lekker door onze jungle in de achtertuin met de kano's en de subplanken op avontuur. Dat klinkt fantastisch, ik heb er zin in. Kijk eens, wat een lekkere cake. Oh, die brownie. Ik hoop dat er een stukje overblijft. In this training was a workshop under the name The Perfect Collaboration. We explained the basics of how the brain works related to communication. Besides, we used some biology lessons about hormones to find out how we can best collaborate and communicate with each other to get in a state of flow and happiness and to create trust and safety in a team. These are the weeks we like the most. A variety of activities and a lot of different people to share our island with. This makes us happy. Do you like watching our videos? You can subscribe for free to our YouTube channel. And if you want to support us, please head over to patreon.com/happyisland and become a Patreon. We will be very thankful. Thanks for watching and see you next week again.